Een date met Nicolette Kluiver of de sexy Terry Turner. Vot en ik zijn vanavond bij Monkey Business. We gaan eens even kijken wat dit goede doel allemaal inhoudt. Ik sta hier naast Marcia, de organisatrice. Hoe vond je het vanavond? Ja, het is echt helemaal geweldig. Ik ben helemaal na die veiling, dat ging zo goed. Nicolette deed het perfect. Contact met Monkey Business en zij doen zulke goede dingen. Maar ik dacht, nou ja, laat ik me dan nu hiervoor inzetten. Ik ben een van de drie ambassadeurs dus van Monkey Business. En ja, het houdt in dat ik eigenlijk gewoon zo waar het kan me inzet voor Monkey Business. Chris, je bent vandaag geveld. Voor hoeveel? Een etentje voor 340 geloof ik, of 20? 340 euro. Voor mij 290 euro. En wat verwacht je van de date? Nou, eigenlijk nog niet zoveel, maar ik denk dat ik daar vanavond wel een leuke invulling aan kan geven. Ik heb 850 geboden op Nicolette. Nou, uiteindelijk heeft dus Chris Segers het hoogste bod aangeboden. Ja. Hoeveel was het? 825 euro. En de vraag is, door wie ben je geveld? Een kerel. En van tevoren, wie had je nou gedacht dat het meest op zou brengen? Jij of Chris? Nou, ik had persoonlijk gedacht dat ik meer zou opbrengen dan Chris. Dat bleek niet zo te zijn, helaas. En wat is nou de uiteindelijke opbrengst geweest? 5.140 euro.